vlog. Het is 9:30 en ik ga vertrekken naar de fitness. Ik heb mijn BCAA's en ik moet snel zijn, want om 12 uur moet ik op kantoor zijn. Het is dag van de arbeid, een feestdag, maar dat geldt niet voor ons. Wij gaan werken vandaag. Terug van de fitness en kijk door mijn zweetband wat er is gebeurd. Lijkt precies alsof ik in mijn broek heb gepiest. Het is niet echt mooi. Maar ik heb niet in mijn broek gepiest. Maar dat is dus van die band. Ik ga hem eens los doen. Als dat ding hier blijft staan. Nee. Ik ga hem uitdoen. Oh. Hij gaat vol met zweet zitten. Dus ik ga misschien wel een handdoek halen. Oké. Okay. Oh. Bah. Ja, mijn band is heel mooi. Ik zweet. Yummy. Oké. Ik denk dat ik mij... Ik denk dat ik mij heel snel ga douchen, klaarmaken en dan ga ik naar kantoor vertrekken. Echt zo met de voeten op de bureau. Klaar met werken. Het was een long workday, alleen voor u al langer dan voor mij. Wij zijn... Ik vond dat het snel voorbij was. Ja, hoe was het? Dat was trouwens Sam zijn allereerste. Dag als zelfstandige fulltime? Ja, eerste volledige dag dat ik er helemaal volledig als weekdagen heb besteed. Ja. Vertel eens wat uw plan is, want ik denk niet dat we dat al hebben gezegd, of wel? Het plan, ik blijf sowieso bij de Brunos werken, ja. Maar ik werk niet meer fulltime daar. Ik heb besloten om maar parttime daar te gaan werken. Mm-hmm. En de rest van de week ga ik op zelfstandige basis webdesign ontwerpen en marketing doen voor andere bedrijven ook. Samen met Nick. En ik doe dat samen met Nick van Nice Family. Dus Nick is al 2 of 3 jaar volledig zelfstandig. Ja. Dat is een fulltime activiteit en ik ga nu in mijn bijberoep dus hem erin mee ondersteunen. Ja, dus we gaan samen in het bedrijf. In het bedrijf stappen en samen die dingen doen. Dus ja. Dat is wel chic. Dus bedrijven ondersteunen met marketing en ontwerpen en alles wat ze nodig hebben om te groeien. Ja, dus als jullie daarin iemand zoeken, ja, One Address, Concept Island. Hè? Ja. En we hebben super tof cadeautjes gekregen van Nick en Celine. Ja. Ik voel me echt de slechtste vriendin ooit. Dat je niks hebt gegeven. Ja. Maar jij ook niet, je hebt er ook niet aan gedacht, hè? Nee, dat is waar. Heb daar zo niet aan gedacht, omdat we dat nooit hebben gedaan. Zo een cadeautje, souvenirtje gegeven. En Celine en ik hadden cadeautjes bij voor ons. En het is echt super mooi. Ja, ik ga het laten zien straks als we thuis zijn. Ja. Ik zie dat niet. Ziet het niet. Ik ga dat straks laten zien als we thuis zijn, want we zijn nu onderweg naar Giuliano. In Hasselt. We gaan eten. We gaan met mijn mama, papa, mijn zusje en mijn zus haar lief samen eten. En ik moet nog een video retransferen, dus dat ga ik nu in de auto nog doen. Dus ja, we zien jullie daar. We zijn aangekomen en ik ben die gênante persoon die met zijn laptop het restaurant binnen loopt. En dan ook nog zo open, maar mijn video is aan het versturen. Dus ik kan mijn laptop niet toedoen of niet in de auto laten, want die heeft het internet van mijn gsm nodig. Dus kei gênant. Maar ja, hard working life, hè. In my head, one more time.
allemaal even samen nog eens aan het drinken. Ik zal ook soms zijn ouders filmen, want ik denk ook dat jullie zijn mama nog nooit hebben gezien. Dus prima vandaag in de vlog. Thuis bij de katjes, hè, Milks? Kom maar, kom, kom, Milky. Ik kom tegenwoordig echt. Ik sta 's ochtends op, ik zet mij hier en het eerste wat hij doet is op mijn schoot komen zitten. En ook als ik even ben weg geweest, ja, moet mij niet lekker in mijn gezicht, dat vind ik niet zo leuk. Niet zo schattig. You're so sweet. Zit je daar? Maar ik ben moe. Het is nog maar 10 uur, maar ik ben echt heel moe. Dus ik denk ook dat we gewoon direct gaan slapen. Bed in gaan. Niks meer gaan doen. Maar ik ga jullie nog laten zien want ik had wat wij hadden gekregen van Celine en Nick. Het is echt super mooi en ik ben er echt super blij mee. Kijk, jullie hebben misschien al gezien in hun Bali-video, denk ik. Had ze dat laten zien? Dat heb ik vandaag dus ontdekt, want die vlog had ik nog niet gekeken. De andere wel. Ah, kijk hoe mooi. Wauw. Nee, katjes, dat is niet voor jullie, hè. Ik vind die echt zo mooi. Dat is echt zot. We hebben gewoon zo'n stuk van Bali. Vond ik wel heel speciaal. Vond ik heel lief van hen. Dus dank u wel, Celine en Nick. Plus, dan hebben we ook nog dit mooie ananashangertje gekregen. Kijk, moet je zo'n nageltje of schroefje in doen. En dan kun je daar iets aanhangen. Super schattig. Vind ik ook echt super mooi. Echt super mooi, hè. En ik voel me echt slecht. Ik ben echt een bad friend. Ik heb trouwens de dingen hier even gewoon aangehangen. Dat dat niet op de grond ligt. En dat de katten daar niet aankomen. Ik voel me nu echt een slechte vriendin. Maar ja, oké. Ik ga dat goed maken. Volgende keer als ik op vakantie ga. Dan ga ik dat dubbel en dik goed maken. Time has come. Ik ga mijn gezicht eraf halen. Mijn make-up eraf halen dus. Gaan we dan slapen? Ja, graag. Heb je nog wat theewater heb gezet? Ik ga nog een theetje maken. En mee naar boven nemen. Ik heb allemaal kattenhaar omdat ik Milky zo hard heb geknuffeld. Moet je deze tas halen? Ja, Milky. Zo'n tas met Milky erop. Schattig, hè? Het is niet echt Milky natuurlijk, hè. Maar we zeggen dat het Milky is. En ik heb die tas wel gekocht toen, omdat ik dacht, oh, het is precies Milky. Oké, genoeg. Theetje, check. Een dansje van Sam, check. En gezicht is eraf, check. Dat betekent dat het tijd is om te gaan slapen. Yay. Als jullie dit een leuke vlog vonden, doe dan zeker. En wij zien jullie morgen.